Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Vandaag ga ik dit uittesten, craquelé medium van bij Action. En binnenin staat de gebruiksaanwijzing. Hier staat dus, verf het oppervlak, laat het drogen. Ik heb hier al wat acrylverf bij me genomen, ook van bij Action, potje water, penseel en ik heb wat labels uitgeknipt. Dit is trouwens ook aquarelpapier van bij Action. Dus, verf het oppervlak, laat het drogen. Breng een dikke laag medium aan voor een grof effect of een dunne laag voor een fijn effect. Laat het drogen, 3 tot 4 uur. Oei, dat had ik beter eerder bekeken, sorry. Ja, ik zal wel zien, als het niet op tijd droog is, ja, dan zal het weer nacht zijn voor mijn filmpje online komt, sorry. Dus, dikke laag, grof effect, dunne laag, fijn effect. 3 tot 4 uur laten drogen. En dan moet er een contrasterende kleur verf over. Dus contrasterende kleur verf aanbrengen. Craquelé effect ontstaat binnen 24 uur. Oh, 24 uur. Nu ja, ik ga eraan beginnen. Ik zal wel zien wat het geeft. Even mijn vestje uitdoen, want het is hier warm. Ik ga eerst een kleurtje uitzoeken. Dus ik wil de onderlaag wat donkerder. En de bovenlaag ga ik dan een lichtere kleur nemen. Laat me voor donkerblauw. En lichtroos. Laat ik dat proberen. Zo, dus breng een laag verf aan. Goeie dikke laag. Gaat te veel zijn. Knoppapier nemen. Pom, pom, pom. Dat zit hier wel los. Zo, ik ga dit even laten drogen. Ondertussen mijn penseel uitspoelen. Als het droog is, ben ik er weer. Zo, dit is droog. En dan ga ik nu... Ik ga een dikke laag aanbrengen, want ik wil een grove structuur, allez, grove craquelé erop hebben. Dus nu hoop ik dat ik lang genoeg gewacht heb. Dat het nu niet echt duren moest drogen. Ja.
zie nu al dat dit sowieso langer gaat duren voordat het droog is. Zo, ik ga dit laten drogen. Ondertussen ga ik deze twee labels een ander kleurtje geven. Zo, deze twee labels zijn, nou, deze nog niet helemaal. Ik dacht te zeggen, deze zijn droog, maar deze nog niet helemaal. Nu, ik moet zeggen, dat craquelé medium, dat duurt toch wel lang voordat het droog is. Hier begint het al wat te drogen, maar hier is het nog helemaal nat. Dus ja, dat kan ik ook niet met de heat tool drogen, want ik denk dat ik dan stuk maak. Maar ik ga nu eerst op deze twee labels hier ook wat van aanbrengen. Penseel direct in het water, zo. Ik heb hier ondertussen, toen ik de verf aan het kiezen was, dit genomen. Ik wist niet eens dat ik die nog had. Dat zijn metallic acryl verfjes. Dus ik ga daar een metallic laagje over zetten. Deze is zo'n parelmoerkleurtje of een parelkleur. Is niet echt wit-wit, dat kan ik misschien op het zwarte aanbrengen. Zilver. Misschien ook het blauwe. Nu weet ik het niet, ik twijfel. Ik ga hier toch, denk ik, dat roze proberen. Ik ben echt benieuwd. Ik zal wel zien, maar eerst moet het drogen. Dus, ik hoop dat het nog droog raakt. En anders kan ik pas morgen verder gaan. Oei, hier hangt al een haar van de kat op. Oh la la. Zo. Ja, ik hoop echt dat ik deze vandaag nog kan laten zien. Goed, eventjes wachten. Zo, mijn blauwe label is droog. Deze twee, die zijn nog heel nat. Dat ga ik morgen laten zien wat dat geworden is. Of wat ik ervan ga maken. Want dat gaat echt nog veel te lang duren. Ik ga even nog een kladpapier nemen. Zo. Ik ga ook wat inzoomen. Zo, dan kunnen jullie het ook beter zien. Ik ben echt wel benieuwd.
En dan moet ik er nu met een contrasterend kleurtje overgaan, hè. Ga het hier op doen. En dan zou dat nog 24 uur, allee, binnen de 24 uur zou je dan de krakjes moeten kunnen zien. Ik ben echt benieuwd. De roze is misschien toch net iets te licht van kleur. Ik ga wat zandkleur gebruiken. Het zal wat beter dekken. Ik hoop dat ik het nu niet verpest heb met er nog eens over te gaan. Dat pakt daar toch niet zo goed op, zonne. Ik heb ze gewoon nog niet droog genoeg. Me aan Baroos moeten houden. Hier niet veel gebeuren. Meer van dat roze op doen. Ik ga dat gewoon. Ik ga die twee heel goed laten drogen. En hier zie ik toch al wel wat barstjes in komen. Het is toch niet. Ja, ik denk dat ik gewoon een paar labels ga verven, dus dat ik er nog een paar ga snijden en een donker kleurtje ga geven. Maar het is ook dat medium dat zo lang duurt voordat het droog is, hè. Dit heb ik echt verknoeid door daar opnieuw met een kleurtje over te gaan. Ik ga dat gewoon laten liggen, laten drogen. Nu, je ziet, er komen al wat barstjes in, hè? Dat wel. Dus ik ga het zo doen. Ik ga nog wat labels snijden. Ik ga die
een donker kleurtje geven en ik ga er al van dat medium over doen. En dan ga ik morgen met een ander kleurtje erover gaan en zien wat het geeft. Sorry daarvoor. Ik had het nog nooit gebruikt. Ik wist niet dat het echt zo lang moet drogen. Maar we zullen morgen wel verder kijken. Goed, tot dan. Dag.